Good evening, everyone. How is everyone? Excited to be here. Welcome to A City as a National Park. It's been a long-awaited launch, and we can't wait to share what we've got planned with you today. Before we get started, it's important to mention that we'll be doing the tonight's session in two languages. We'll start in English with our keynotes, then we'll switch to Dutch to talk about Breda and Amsterdam's ambitions, and then we'll switch back to English. So I know it's a little bit inconvenient for those of you that didn't know, so I would just like to start by getting a raise of hands for those of you that definitely do not speak Dutch. So there's a couple of you, and raise your hand, keep your hands up, and raise your hand if you do speak Dutch and you are sitting next to someone who just raised their hand. Is there anyone who is not sitting next to a native Dutch speaker? I'm sure we've got some great volunteers in the audience. Okay, I'm sure you guys will sort that out. Sorry about that. My name is Nadine Galle, and I will be your moderator this evening. I'm a biologist and an earth scientist who's always been fascinated by urban systems. And specifically, I've always been fascinated by how there's this ever-growing mismatch between human development and the natural environment around us. You see, we are living in an era of unprecedented urban growth. By 2030, 60% of us will be living in cities. And of that 60%, 1 in 3 will be living in a city of over 500,000 inhabitants. 1 in 3. You only have to go back 1 or 2 generations to find a society where humans had a direct connection to nature, a direct connection to the land. Only 1 or 2 generations. And we've lost that. And we'll continue to lose that if we don't understand and learn how to restore our urban ecosystems and understand how to truly coexist with nature. Those are some big challenges and some big questions, but ones that I'm hoping to address tonight with our fantastic lineup of speakers and panelists. We're going to address some of these challenges head on. There's a number of reasons why we organized tonight's event. For one, in just 10 days' time, on July 22nd, during the London National Park City Festival, London will become the world's first national park city. A national park city is one that's greener, that's wilder, that's healthier, and challenges us as citizens to do better. The second reason was that our very own Dutch cities, Amsterdam and Breda, also have big green ambitions. And we wanted to give them a platform to share what they've learned, both their success stories and perhaps their failure stories, so that we can inspire other cities to do the same. And the last and one of the most long-awaited reasons why we're here tonight is the launch of hashtag UrbanNatureAmsterdam. So use that hashtag tonight on your social media. UrbanNatureAmsterdam is the city's first blue and green map, and it's been something that we've been working on for a year, so it's very exciting to stand here tonight. So essentially, we're throwing a party. It's a celebration, but one filled with content and knowledge. So let's say we get this party started. Without further ado, I want to very proudly welcome to the stage the National Park City initiator and founder of the campaign, self-proclaimed guerrilla geographer, and National Geographic explorer. Give it up for Daniel Raven Ellison. Yes. Yes, this one. Nope. To the left. To the left. Sorry, guys. Here we are. There we go. Thank you very much. How are you all doing? Fantastic, great. Yeah, so my name's Dan. I'm a guerrilla geographer. Guerrilla geography is radical, alternative, creative, imaginative geographies. And I'm a former geography teacher, I'm a parent, and I started this campaign some time ago to make London the first national park city. I wanted to start off by just thanking Joanna for sort of organizing a year ago to get me to come out to Amsterdam and start off this project around making the sort of urban nature map of Amsterdam, which is really super exciting. And Charlie, who's with me as well, who's going to speak a bit later, I think, about the map as well. But thank you both very much. So, yeah, let's clap. Why not? Let's clap.
So this idea around making places national park cities, okay, this is a big idea. For many people, they'll find it quite radical, maybe bizarre, curious. For others, it might just suddenly make sense. But what I'm going to do in this talk is I'm going to take you through this big idea that we are launching in London on July 22nd. But before that, I wanted to give you a bit more of an insight into my head and some of the work that I do. So I'm a geographer. I'm interested in places, understanding places, and I'm interested in how we can make places better. And guerrilla geography is about challenging people to think differently about the world around them, either through small provocations like guerrilla gardening or street art, or bigger projects as well. And I have, in my sort of career, traveled all over the United Kingdom. I've walked across all the national park cities and all the national parks and all the cities in the UK wearing a mind reading device that was measuring my emotions. I've done over 200 micro adventures, and many with my son all over the country. I am a former geography teacher. I have a geography degree. And despite all that, I came to realize about 3 or 4 years ago that I had no idea what Britain looks like, right? No idea. Not really, because it's really big, right? And I find it pretty hard to even get a sense of my own body, let alone this massive country, this massive island that I live on. And I came to think that if I didn't have a very good sense of proportion of what made up the country that I lived in, then maybe other people didn't too. And there's all kinds of people in Britain, especially on the right-wing press, who made this argument that Britain is full, right? They say the country is full. There's no space for refugees. There's no space for migrants. There's no space for affordable housing. There's no space for more nature. And actually, if you look across the pond over to the United States, President Trump has been using a very similar narrative. He started off by saying that the system was full and couldn't take any more migrants in the United States. But then he went further and he said, no, the country is full. He said it was physically full. If anyone has been to the United States, I think you'd recognize that it's not a particularly full country. So the thing is that people see maps like these, and actually they're very complicated for our brains to make sense of. So I decided to do a project with Friends of the Earth, where we first of all ran a poll and found that 1 in 3 people in Britain think that half of the country is built on. So 1 in 3 people think that more than 50% of the country is built on. So to challenge that idea, what I decided to do was make a short film, where in the core of this film, every second of the film is 1% of what the United Kingdom looks like from above. And I made that by going on a 100 meter walk, and every meter of my walk is 1% of what the country looks like from above. So this is a very short film to show you to start with. What does the United Kingdom really look like? To get a better sense of proportion, let's go on a 100 second walk across our nation. Each second of the walk reveals 1% of our lands and how they look from above. Are you ready for the UK in 100 seconds? We walk through 22 kinds of land that are gone in a blink. Houses and gardens occupy 5% of the UK and 5 seconds of our walk. We spend 6 seconds crossing natural grasslands and wander for 7 over sheep grazed moors and heathlands. Peat bogs, which are carbon stores, are something else. Together, they cover 9% of the nation. And for 10 seconds, we're in the woods, and there's no place I'd rather be. For 27 seconds, we walk through fields of crops. Half is fed to livestock. In June, we mostly grow wheat, barley, oil seeds, peas and beans, corn, oats, and vegetables. Our last 28% and 28 seconds takes us through pastures. This, the single biggest use of land, is mostly used for feeding and rearing cows and sheep. In all, at a time when more than 1 in 10 British species are at risk of extinction,
Do we need to rethink this mix of lands we have and how we use them? I need more trees, please. I think more nature would be greater. So what if we made more space for nature? So, you know, we're living at a time when we're in an ecological crisis, where the United Nations have told us that a million species around the world are at risk of extinction. 1 in 10 animals in the UK, 1 in 5 mammals in the UK are at risk of extinction. We're also living at a time of climate crisis, mental health crisis, housing crisis, and in this time, nearly half of the United Kingdom is used for animal-related agriculture, 28% for pastures. Half of all the arable crops you see there are fed to the livestock on the other part. You know, it only stands to reason to me that maybe if we had a little bit less dairy, then we could have a lot more space for wildlife compared to what you see in that image just there. Maybe more space for housing as well. So I think that if we're to come up with proportionate solutions to the problems we face, it's really important that we have the geographic imaginations to understand those problems that we face and often the space actually for solutions as well. I think there's other things that we have curious ideas about as well. So I was very fortunate 7 years ago now to visit all 15 of the UK's inspiring, distinctive, remarkable, beautiful national parks in a short period of time. Do people here like national parks on the whole? Okay. Oh, a couple of, yeah, so I think national parks are one of humanity's best ideas, right? We need them for all kinds of reasons. Some of them have a very sort of deep and dark history and have done some pretty horrible things, as have people in cities and all kinds of things. But I think national parks are a really important idea. But when we think about national parks around the world, they often look something like this, maybe. This is Dartmoor National Park, which is in the southwest of Britain, or like this, which is Banff in Canada. And when we think of national parks, they're quite often these big, expansive, beautiful environments, often ones that give us a sense maybe of awe, of inspiration. But I think these human emotions we have around some of these landscapes are actually only just one value or one benefit that these landscapes can give us. They can give us many benefits. And when you look at the family of protected areas around the world, the terrestrial protected areas, they represent all of these majorly recognized types of landscape, of habitat, that are recognized by the United Nations, by the European Union, by a myriad of international organizations, all of them, right? So glaciers, moorlands, deserts, rainforests, everything you can imagine, apart from one, which is the world's fastest growing habitat around the world, and that is urban areas. Right? And urban areas are where most people live. But curiously enough, some animals really thrive in these places as well. And I think it's kind of very backward, actually, to not be able to be inclusive enough to think about how these urban areas could be included within the family of national parks that we have around the world. And I have 5 main reasons for that I'm going to take you through. Who likes foxes? Yeah, I like foxes. First one is that urban life is not worth less than rural life. Urban red foxes, in my mind, are not worth less than fennec foxes or Arctic foxes. They're just urban red foxes doing what they do. And in London, we have beautiful peregrine falcons. And I don't think those peregrine falcons that perch on the top of the houses of Westminster and Tate Modern and swoop through the urban canyons to chase parakeets and pigeons, they're not worth less than those in the Peak District National Park in Britain or Yosemite National Park. And as it happens, we have more breeding pairs of peregrine falcons in London than either the Peak District or Yosemite National Park. Secondly, we're familiar with the idea that orangutans need clean water, clean air, they need trees, right? We're familiar with the idea that these charismatic megafauna need these incredible habitats. But Homo sapiens, us as animals, we need amazing habitats too. We need clean air and clean water and trees and healthy food. We need these things too. And so do the other species that occupy our cities too. So in London, there are 15,000 other species in London other than Homo sapiens, 15,000, making it arguably one of the most biologically diverse parts of the United Kingdom. Thirdly, cities can be really enjoyable. I'm an explorer, right? I love going for a trek through a desert, like all of you do, I'm sure, right? I love going for a trek up mountains or rainforests or through woodlands. I love all that. But I also really, really love hiking through cities from one side to the other or following rivers or going through urban canyons.
And that's not just because I value the urban landscape as much to look at, but actually historically, in terms of heritage, in terms of culture, in terms of diversity of people and wildlife and cuisine, right? Cities are incredible places to explore. And not only that, compared to the countryside, they're phenomenally accessible. Most people who are engaging with nature and being active outdoors, they're doing it in cities. Fourthly, people have more power in cities. There's this idea that nature conservation is done by some expert person, probably a scientist, probably in a very distant place to where most people in the world are, right? Probably with an attractive species as well. But the reality is the place where most people on this planet have power is where they live, where they have agencies. On their balcony, on their rooftop, in their gardens, in their streets, in their parks. So there are millions of people, billions of people in cities who, unlike when they go to a rural national park, if they go to a rural national park, if they're fortunate enough to, when they go to a rural national park, they go as a consumer, they contribute some soil erosion, right? They maybe give some taxes, they might have a pint of beer, but they're not going to volunteer probably. Whereas in cities, there are millions of people who can turn over paving slabs, can spread wildflower seeds, and they can not just protect life, but actually create it. And not only that, it is the decision makers, the voters, the consumers in cities who are making the decisions that are having such grave consequences for so many parts of the world that are outside the administrative footprint of cities, but nonetheless, they have an influence. Finally, we need people to be in cities that are amazing habitats. We need that to happen. Because in terms of the climate emergency, if we are to feed people efficiently, if we are to care for people efficiently, we need people in denser numbers in cities. But then if we can have denser numbers in cities, we need to make sure that the public and green spaces are even better for those people living in those denser environments. So, I had this idea a few years ago. Could we make London one of the world's first megalopolises, the engine of the Industrial Revolution? Could we turn this environment into a new kind of national park? And for many people, this will seem like a crazy idea because they think of London as this very concrete environment. And a lot of London is concrete. And a lot of people, when they travel through London, they have this very concrete experience as they go from work to school or they arrive on a train and go to a museum. But the reality is that 47% of London, at least, is physically green. Another 2.5% is blue space, so the rivers, the canals, the ponds. If every Londoner, if everyone in London was to make 1 square metre of land from grey, so concrete, to green, then we'd make the majority of the city green and blue, something which no private citizen or property developer or council or mayor can do on their own, but by everyone working together, completely possible, and we need to turn that tide. So I'm really inspired by this map in the middle here, which shows all the green spaces in London, partially because I'm a geeky geographer, and I think it's really cool that there's people like Charlie who make these maps, but also because this represents about 2,000 years of history of people celebrating, enclosing, enjoying, protecting, improving green spaces, both from the top down, through policy from local, national, regional government, but also from the bottom up, through people doing things in their gardens, in civic society, in charities, and so on. So the result is, in London, we have some amazing spaces. This is Richmond Great Park, which is a national nature reserve, a royal park in southwest London. This here is a mosaic of different types of ownership, looking across a fragment of something called the Great North Wood. But what you see here is private residents, charities, businesses, all contributing towards this very diverse landscape. And then this image here, which I find really inspiring, the green space you can see in the middle of what's the Isle of Dogs here. You know, on the far right of the image, you have Canary Wharf with some of the highest property prices in the world. And yet it's in our culture to recognize the importance to protect this green space, which is an inner city urban farm where you can go and hang out with sheep and alpaca and that kind of stuff. But maybe the spaces that excite me most because of that point about agency is actually people's gardens. Not as a gardener, but as a point of social resistance, environmental resistance, in terms of tackling the crises that we face today, in terms of our mental health, our well-being, and what we're doing to the planet. These are the places where people have power. And in London, there are 3.8 million gardens that cover a quarter of the city, but half of those gardens are now paved or decked over, right? Which has all kinds of consequences. So the result of that is that we have all kinds of wildlife in London, like I said, about 15,000 species, even though we're not necessarily very accommodating. You know, we could actually invite more wildlife into the city rather than it just making do with these kind of spaces, this wagtail beside this river. But the city isn't just great for wildlife. Actually, it's pretty good for recreation as well. So this is some people canoeing by Limehouse.
And when you look at these maps just here, what this shows is where there are GPS trails of where most people are cycling and walking. And you see where most people are doing these things isn't in the countryside, right? It's in the cities, and it's in the cities where people have access, where they're more included, it's where they are. So this idea that people are going to go out to these big nature reserves or national parks all the time isn't the reality of the lived experience of most people. So London by numbers is a really impressive city, right? I could read through some of these. Really impressive city. But despite these things, you know, I think the purpose of a national park is really two things. You know, firstly, like many of us will be familiar with, it's about celebrating something that's really special about a place. Its culture, its history, its natural landscape. But the history of national parks isn't just about celebration. We have national parks because those national parks face problems, problems of overdevelopment or poaching or encroachment of settlement. But the fact those problems exist aren't reasons to not have national parks. They're the very reason, I think, why you have them. So if you've seen Virunga on Netflix, right? If you haven't seen it, watch it. You hear about gorillas that are in threat in the national park, or pangolins, the most poached mammal in the world, being killed in Kruger National Park. We hear about these problems, but they're reasons to invest more in those protected areas, not reasons to think that we shouldn't have them. So for me, a national park city as an idea, it's partially about celebrating all those things that have got us to this point, but they're also about the problems as well. So in London, it's a city of 9 million people, 1,600 square kilometres. Over the next couple of decades, we're going to have 2 million more people living in London. This is a city where 10,000 people are dying every year because of air pollution. A city where 100,000 homes across London are at risk of flooding. It's a city where one in 10 species, like I said before, is at risk of extinction. And I could keep on going through a myriad of problems that the city faces, many of the same problems that happen in Amsterdam or in Breda. But for me, the idea of a national park city then is partially about celebrating all those things that I said were good about the city, but it's also about coming together to tackle some of these problems we face across our cities as well. And I think actually a key one in part around that is that actually within London, you know, we have all the talent, all the ideas, all the skills, we know all the solutions, right? We can see across the city examples of things we could be doing. The challenge is about scale and about having more of those things that we'd like to see more of in the city. So we asked this question a while ago, could London become a national park? And according to UK legislation, London can't become a national park because you have to be great for wildlife, right? Great for outdoor recreation. And under English law, you also have to be countryside. London isn't countryside. So we met with a range of experts, including some chiefs of some national parks, and spoke to lots of people, and had workshops and meetings and cultural events where we said, what if we made London a national park? And then we crowdfunded and created a proposal that was collaboratively written, funded by 347 individuals and organizations, where we said, let's make London a national park city. And rather than being designated from the top down by the government and Natural England, it would be declared from the grassroots up. And we said if we could get the support of over 1,000 local politicians, so that's getting the majority of what we call wards in London. London's made up of 654 political units called wards. So we said we want to get half of those and the Mayor of London and the London Assembly, which holds the Mayor of London to account. Plus, we wanted to capture the mood of the city's support as well. And what we managed to do over 5 years of campaigning through this idea is slowly get support from people. And the defining feature really in this definition of a national park city is this idea that everyone is involved, everyone is included, and it's fundamentally about making life better for everyone in the city, no matter how many legs they've got. So in this history of national parks, and I apologize for the fact that it's a bit sort of UK-centered, what you see is that there are national parks around the world that are urban national parks around the world that are inside or B-side cities, like in Toronto, Washington, D.C., a large amount of it is managed by the National Park Service. In Rio de Janeiro, Stockholm, there are urban national parks around the world, but nature is always othered. It's always just outside the city or inside the city. The innovation here is we're saying that the whole of the conurbation, all of it is included within the national park city. And as well as that, the London National Park City doesn't have boundaries because the water, the wind, the swallows, the swifts, walkers, they don't recognize those administrative boundaries. So why should we restrict our thinking along those relatively arbitrary lines? So in the campaign,
We've had tens of thousands of people support us in various different ways by offering money or expertise or coming to events, offering thinking, leading walks. This map shows the geography up until recently of where we support, secured our political support, which is very mixed amongst the right and left-wing parties. And then we've built up a network of 280 plus organisations as part of the London National Park City Network, which ranges from small groups that really like leopard slugs are slugs that eat other slugs, right up to big multinational companies. So the London National Park City, crucially, right, it's just like a national park, but the way in which we think about it and manage it is differently. So when you look at those national parks around the world, in the United States, they have national parks that are owned by the federal government, they have rangers with guns, and they can give you like car parking tickets, you know, very top down. In the UK, we have about 400,000 people that live in our 15 national parks, and the government doesn't fund them very well, and they're delivered through partnership, right? They can only be delivered through the people who own the land and through partnership. Then in other parts of the world, in parts of Australia, Brazil, Canada, yes, there's policy in place to protect a place, but it's recognised that it's indigenous people, the people who have always been on the land, who have the wisdom, the expertise, the talent, the skills to best look after that location. And while I'm uncomfortable with talking about middle-class, white, suburban people being indigenous people, especially in Europe at this particular moment in time, I don't think we should lose the fact that we also share wisdom and ideas and seeds and stories, and that too helps to look after the land wherever we are. So a national park city would be a combination of all three of those models. Yes, top-down policy to offer proper protection for green spaces and public spaces. Yes, partnership to leverage resources so that we can catalyze the actions that we know that we need. But fundamentally, far more than any of those things, it's about the things that every single person in the city can do to contribute towards it. So just like a rural national park, it's a place. It's a contested vision, a vision that can be shared and contested. But it's also a community of people. In London, we call that a movement who are working to improve life. We have three fundamental aims. Firstly, we're working to make London greener, healthier, and wilder. Secondly, it's about getting more people outdoors more of the time. And that picture is intentional because my agenda is slightly more towards nature. But do you know what? If you love skateboarding, you love free running, I think that's just as cool as rock climbing. You know, you're into this urban environment as well. The concrete matters too. But finally, and possibly most importantly, creating a new identity for the inhabitants of that city. You know, thinking about what it would mean to grow up in a national park city, how might that shape your values, your ideas, your decisions? What might kind of consumer, voter, landowner, land decision maker might you be in the future? What might that do for business activities in the city? What ideas might people have? If you grew up in a school, through a school system, where the schools are thinking of themselves as being in a national park city, what ideas, what kind of education might you have that might change? Oh. So people are the solution, right? They're not the problem. People are the solution. A national park city, I think, is driven by culture. It's for the environment benefits, but it's for people too. And for me, in many ways, it's the storytellers, the artists, the makers, the map makers who help to people to envision what it is we're talking about. And it's those makers who will make it a reality through that culture work. But vitally as well, it's a landscape point of view, which means that everyone in that landscape is included, whether they like it or not, whether they're contributing or detracting simultaneously or doing one thing at a time, everyone is involved. And that means that even those really bad companies have a responsibility to what it is you're trying to achieve. But everyone is involved, no one's excluded. So the London National Park City is the place, the vision, and the movement. But in London, we've created a small charity called the National Park City Foundation. And its role is to help make the London National Park City and other national park cities a success. I'm just going to dig into this just very, very briefly. So what we see that we need to do is increase demand for the things we want to see more of in the city. So what we're going to be doing is publishing a State of the National Park City report, which tells people how we're doing in the city on a number of indicators. And these indicators are things like more walking, more cycling, more wildlife, more outdoor learning. And with each of those things, most of them, they're not policy things that are about someone else doing them, right? It's not the mayor's responsibility or the council's responsibility. If you want to have more walking, guess what you can do, right? If you want to have more wildlife or more swimming, guess what you can do? You know, people can work this out for themselves. It's not complicated. And then really for us, as we go through this phase of activity, we're not really that bothered necessarily about our charity.
We are bothered a bit more about the London National Park City, but we're most interested in that magical thing where people just start doing stuff across their garden fences, that it's making decisions whether they know about this stuff or not. We've shifted culture. And for us, there's this theory of change around two questions that really underpins that. The first one is the question, what if, which I think is just such a powerful question, right? But this what if question is set to the backdrop and the context of living in a national park city. So what I would say to myself is, what if we had more people swimming in our canals, right? What if we had more otters in our canals? What if our streets were 10 times greener? What if children playing on streets and food growing on streets was prioritized over cars parking on streets? What if there was half the school day spent outside learning? What if we had climbing walls up the side of buildings? And if you fall off and die, then like in the countryside, it's your fault, you know? And those ideas all sound kind of like a bit dreamy and a bit, you know, what are you talking about? But then there's this really crucial point where maybe you only need 3 or 4% of people in a city to start saying, why not? 3 or 4% of parents going into a school and saying, where is my outdoor learning? Or people by a river saying, where are my otters? Why can't I swim in this canal? You know, why don't we have climbing walls up the side of these buildings? Why isn't my street greener and good enough for children to play on? Like, why not? And it's that tipping point, I think, where people start to make and demand and create things in different ways, either taking responsibility for themselves or by holding people to account, all those kinds of things. So a few fun things. Do you guys have hedgehogs here? Yeah, like Stickelvarken or something like that? Yeah, so you have hedgehogs, great. So big problem in terms of habitat is holes in fences. What if everyone had holes through all their fences and all their walls, not just for hedgehogs, but for frogs and things? What if this is a project I did with Friends of the Earth? What if we got whole communities together to make their streets 10 times greener and use street art to engage people in the story about the kind of wildlife you're trying to invite into that environment? What if, right, people are often preoccupied with the horizontal space through cities. Ivy is amazing. Ivy makes buildings cooler in the summer, warmer in the winter. It's great for sparrows and for wildlife. It's super green. Horizontal space, really hard to manage. Ivy, if every other building was covered in ivy, then can you imagine the optics of those streets? So maybe we could have ivy streets where 50% of the front of houses are covered in ivy or Russian ivy. This is Russian ivy, and in the autumn it goes on a bright red and orange and fiery. It's amazing. We did a design competition and said, well, could we ask people to design a National Park City street? And this is retrofitting the idea of a 200-year-old typical British London house, thinking of all the ways in which it could be put together. This is by someone called Cheyenne Moxon, has a project called Rewild My Street, which you can look up, thinking about all the things that you could do. But new developments, what if they all had this in a standard, right? What if there was a new aesthetic where what currently looks as neglected because it's so feral and wild was seen as invested and loved, and those sterile front gardens, which were awful for wildlife and terrible for flooding, were seen as uninvested? What if city planners went really wild? This was architect who came up with this sort of crazy idea for Fleet Street and make it much greener. And this is this idea of what if we had climbing walls up the side of buildings? And it sort of seems fantastical, but if you get over the idea that this is a childhood idea that will never come true, and just think that actually there's no reason why that shouldn't exist in cities, I think it'd be amazing, right? And imagine if there were Via Ferrata or zip lines going between the buildings. There's no reason to not do that other than people's lack of courage and imagination. Another what if. Charlie mentioned three name checks, Charlie. Charlie came to us at the beginning of the campaign before we did our proposal, said, can we make you a map for the proposal? He made an A1 map. Then off the back of that, then a bit later, he said, well, let's make a bigger map. And this map here, which it goes really big, was the first map of London that showed all of London as, you can see it up there, showed all of London as a landscape and not just a city, whereas previously the government maps, you needed 4 sheets to see the city or you're looking on your mobile phone. But suddenly people can start seeing the city, thank you very much, they can start seeing the city as an entire landscape. And later on, inspired by this, you're gonna hear about the urban nature map for Amsterdam, which is absolutely awesome. Thank you very much, thank you very much. There's stuff on the back as well, which is incredible. You know, what if, why not? And this was funded by private individuals and by companies in a similar way to the Amsterdam one. We said, what if we get into the mayor's strategy? The mayor agreed a strategy, target of making the majority of London green, something we lobbied for, saying that he can't do on his own, right? And then he's done other things as well, which I'll come on to. And we said, what if we could get on things like TV and we've been on BBC programs and things?
We've been beginning to sort of weave this rich story through the fabric, not just of London, but of other cities around the world as well through social media, normalizing this idea that at first seems very radical, but when you consider how much we need to have a better relationship with nature, yeah, I know I'm going over time slightly, we're fine, like 2 minutes. When you consider that how we desperately need to have a better relationship with nature, I think people are having aha moments around this idea in terms of how it could work maybe for where they are. So where we are is that 1 in 10 Londoners have heard about this so far. Okay, very soon, I think it's going to be 9 in 10, just in the next couple of weeks. 9 in 10 spot our aims. 1 in 20 have volunteered to support the campaign in some way. So that's nearly 450,000 people who have supported the campaign in one way or another. That's really significant. What we've got coming up is 21st of July. We have a publication of a universal charter for national park cities that sets out and hopefully inspires other cities to think about how they can become national park cities and how they can work in collaboration with other national park cities around the world as they emerge, as there's people in Adelaide and Glasgow and Galway and leaders in some American cities interested in how their cities can become national park cities. 22nd of July, we have a summit where we have a number of people talking and confirming London as a national park city. Interestingly, not only including the Mayor of London, but I mentioned before about Natural England being that body that confirms or designates a national park as being a national park in the UK. Well, they're speaking and contributing, even though it's come from the other way around. Then over the course of that week, we have a National Park City Festival hosted by and supported by the Mayor of London with 300 events right across the city. Big things happening in the National Theatre, but also local groups as well. And then we're going to be pushing forward in our projects around makers who are volunteers, forming groups, having campaigns, events, and developing a volunteer National Park City Ranger scheme. And we're trying to make all this as flat as we can. So we're just about to publish a crowdfunded paper, which has 12 ways to make life better. And the idea is that an individual can look at these things and identify with how by doing these things, with all these different ideas, they can make their own life better, sometimes by just doing nothing for nature, right? Just let nature be, let the ivy climb at the wall, sit on a bench. You don't always have to volunteer for other people. Sometimes you just need to take time for yourself. But also maybe you want to get organized and take climate action as well, you know? But people then can potentially form groups around these and think about how they can start delivering these ways to make life better for themselves and for others as well. So World Urban Parks, a big international body, has set this target and this challenge to us of the idea of there being 25 national park cities around the world by 2025, which, to be honest, scares me a bit. But it was interesting chatting to a guy in Washington, D.C., who's from Richmond in the United States, who was talking about the fact that actually that probably isn't quick enough in terms of actually the needs of the world, in terms of what this idea might offer. So the Universal Charter for National Park Cities sets out a vision, a definition, and a common set of goals that cities elsewhere in the world can take inspiration from if they want to, but any city is different and will have their own way of doing things. And in London, we've created a London charter, which is inspired and largely mirrors the Universal Charter. But we'd expect other cities around the world maybe to have, if they wanted to follow this way of doing it, very different objectives maybe and different ways of characterizing or expressing things. But by different cities collaborating through a similar model, it'll be easier to start seeing how different cities are progressing next door to each other or to share best practices. So I'm not going to go into this in detail now, but essentially what we've come up with in there as well is almost 12 pathways around what it would mean for a city to become a national park city. What I'd just say on these is that it's not about a city being having a certain amount of green space. There are some cities in the United States that look phenomenally green from space, but they're in the desert, they're rain-fed, they're killing the Colorado River, they're golf courses, everyone's driving cars. They may look like a national park city from space, but they would not make a great national park city. There are other cities which will look very gray from space, but the people in that city are thriving, they're pushing back, they're greening it as best they can. And I think those cities could make magical, fantastic national park cities. It's about a journey of progression rather than about a gold standard. So, what if your city, wherever you are, is a national park city, would be my question to you. Thank you for your time. Thank you so much, Daniel. Fantastic. We have some time. A little bit of time for 1 to 2 questions. If you have one, please come up to one of the 2 standing mics here. There we go. A daring volunteer.
Very interesting story. Actually, I grew up in an actual forest in the south of the Netherlands, not too far from Breda, actually. And I was always playing like freely in the forest, and I always had cuts and bruises when I came home. But now I live in Amsterdam, and I kind of see that children are not really allowed to play freely or like roam around anymore. And it's especially about there's so much focus on safety, security. You're already saying about like, hey, you have to accept that you get injured. So how are we going to change the mentality of the attitude of people and also policy officers that it's kind of allowed to get injured and that natural life is a bit exciting and dangerous? Yeah, so I'm going to try and answer that in two ways. The first one is that your question is a conference, and it's hundreds of conferences, and at the end of those conferences, people still haven't fixed that problem. But what I would say is that the issue is as complicated as the length of a small street and all the families and all the complexities of all the children and all the families that the length of that street will present. I think it's really, really complicated. In my mind, a big thing is about trying to broker a new conversation, which allows like-minded parents or carers or guardians to meet to work out how they can access those streets or take over those streets or let their children play out at a similar time. And an activity I haven't done, but I really want to try, is to reconceive the idea of a childhood as rather than being a period of time, as thinking as a place, and to work with a school and to say, right, in terms of the parents, what would you like your child to have in their childhood? Not the period of time, but the place. Presumably they'd like to have trees and a place to play and a safe place to cross the road and that kind of thing. And I think parents need to come together who care about this issue to rebroker those opportunities. But my pitch to that would also be that in my mind, one of the things about a national park city as an idea without, you know, pushing the idea too hard, is I think that it re-questions and repositions what's the city for. The city is not just for cars or just for work, right? It's not just for commerce. Actually, it's for childhood development and well-being and play and for wildlife. So I think that reframing the city, whether it's called a national park city or something else, whether it's a city that is a park or whatever, I think that reframing is really important. One more final question. All right, then we'll leave it at it's that. Great. Everyone agrees with everything I said. It's perfect. Yeah, it's perfect. Thank you all very much. So now we will switch over to Amsterdam's Green Ambitions. So for this, I will also switch to Dutch. So without further ado, zou ik graag meneer Robert Graat, programmamanager Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, mevrouw Geertje Wijten, senior planner Ruimte en Duurzaamheid bij gemeente Amsterdam, meneer Daniel Goedbloed, programmamanager Amsterdam Rainproof bij Waternet, en meneer Jaap de Jong, directeur van de Gezonde Stad, naar het podium willen uitnodigen. Die is voor, als je die aan Jaap kan geven, dan heb je. En dan Daniel. Ja. Nou, dat past net, dus knus. Allereerst, meneer Graat, Staatsbosbeheer. Mensen denken vaak aan natuurgebieden buiten de stad, maar toch denkt Staatsbosbeheer, nee, we hebben ook belang naar groen in de stad. Hoe zit dat? Nou, als je kijkt naar het areaal wat wij beheren, dan zullen de meeste mensen Staatsbosbeheer kennen van de Veluwe of van de bossen van Drenthe, de Wadden of de Oostvaardersplassen ook wel wat aandacht gehad de laatste tijd. Maar 20% tot een kwart van het areaal wat wij beheren ligt eigenlijk in de directe invloedssfeer van de stad, op fietsafstand. Ja. En dat betekent dat we, in sommige gebieden liggen zelfs in de stad. Als je het hebt over het Haagse Bos in Amsterdam, centraler in de stad vind je het eigenlijk niet. Ja. En in het beheer van die gebieden, daar zijn we bezig met de natuur beschermen en het landschap in stand houden. Maar een belangrijk deel daarvan van het beheer is ook gericht op dat het gewoon een prettige omgeving, hè, dat het groen bijdraagt aan een prettige omgeving om in te wonen en te werken en dus ook in de stad. En dat is waar we met dat programma Groene Metropool aan werken. En zie jij, als je dan het story van Daniel hoort over de National Park City, komt dat overeen met de missie van het Groene Metropool?
Ja, ik vind dat is buitengewoon inspirerend. Mm-hmm. Ik denk dat de manier waarop daarnaar de stad gekeken wordt als natuurgebied of het National Park als de omgeving om in te wonen. En het verhaal ook over de verbinding maken tussen. Daniel die zei iets over. Het is een place, het is een vision, het is een community. En dat element van die verbinding maken met de mensen die in de stad wonen en werken, dat vind ik echt een inspiratie. Hè? Ik denk dat we daar veel van kunnen leren. Overigens zie ik die drie. Jullie hadden ons gevraagd om drie foto's te leveren. Drie schermen, ja. Even wat. Ik werk dus voor Stabosbeheer weer aan dat programma Groene Metropool. Dat betekent dat ik eigenlijk dagelijks bezig ben met de verbinding maken van de groene gebieden die wij rond de stad beheren. Met andere groenbeheerders in de stad, maar ook met mensen die bezig zijn met stadsontwikkeling of met projectontwikkelaars. Hè, hoe we groen ook onderdeel van de woonomgeving maken. Eigenlijk hartstikke functioneel allemaal. Mm. Maar wat voor mij persoonlijk eigenlijk de klik gaf was. Dat plaatje, dat onderzoek wat daar een soort overzicht van gegeven wordt. Hè, dat zegt iets over hoeveel contact wij nog en in ieder geval ook onze kinderen maken met natuur. En het laat iets zien over hoe in 100 jaar dat veranderd is. Hè, dit is een voorbeeld uit Engeland waar de overgrootvader nog in een stadslandschap woonde waar heel veel groen in zat. Hè, die tot 10 kilometer van huis kon lopen, die met zijn hengel op zijn nek naar de rivier ging. Ja. En die thuis was in het bos en in de weilanden rondom zijn woonplaats. En zijn achterkleinkind, en dat is Ed volgens mij, die woont in een compleet andere stad. Het groen is sowieso al verder weg, hè, verder verstedelijkt. Maar die komt ook niet verder dan het eind van de straat. En toen ik dit plaatje zag, en ik herken dat heel erg. Ik ben zelf opgegroeid aan de rand van Buitenveldert. Ik had daar de ruimte om fijn te spelen. Hè, langs de boerenwetering. Daar in de buurt te kunnen dwalen en te kunnen klieren in het groen. Maar mijn eigen kinderen, die komen ook niet verder dan het eind van de straat, zelfstandig. Hè? Mm. En wat moet je dus doen om je eigen kinderen in contact met groen te brengen? Maar dit was voor mij ook de persoonlijke motivatie om te zeggen, nou, we moeten eigenlijk zorgen dat we ook als groenbeheerders zorgen dat die natuur terug de stad in komt. Tot aan de voordeur van mensen die daar wonen. En wat is daar uw visie dan in? Is dat een park op het eind van elke straat? Is dat de straat zelf vergroenen? Zoals we net zagen met de campagne van Friends of the Earth, 10 times greener. Hoe zou dat eruit zien? Nou, in de manier waarop wij vanuit Stabosbeheer daarnaar kijken is. Je hebt groengebieden aan de rand van de stad. En je hebt in de stad soms prachtige parken. En er is nog veel meer groen in de stad. En hoe zorgen we nou dat dat echt goed gaat werken voor de stad? Dat betekent dat je niet alleen groene plekken moet maken, maar dat je die plekken ook moet verbinden. Ja. En dat je netwerken maakt die beginnen bij de voordeur en de achtertuin van mensen die via het wijkgroen en de stadsparken verbonden zijn met ook het groen buiten de stad. En daar sloeg mijn. Daar hebben we nog wel wat te overwinnen. Hè. In Nederland hebben wij nog wel last van dingen in hokjes stoppen. En wat je ook de topografische ziekte zou kunnen noemen. Hè. Dat we gewend zijn op ons eigen schaalniveau te kijken. En om zo'n groen netwerk nou te ontwikkelen, moeten we eigenlijk zorgen dat we die verbinding maken. Ja. Het verbinding. Groen netwerk op het schaal hier van metropoolregio Amsterdam, de stad en de stadsdelen tot in de wijk. Ja. En het is ook de verbinding maken tussen wat wij klassiek als groengebieden zien. Stadsparken, bossen enzovoort. Maar ook, laten we zeggen, groene elementen van sportcomplexen, bedrijvenparken. Ook die elementen, volkstuinen, die kun je eigenlijk gebruiken om een doorlopend, haast drempelloos netwerk te bouwen. En het mooie vind ik van de Urban Nature kaart. Mm-hmm. Ja, als je dat kaartbeeld ziet, dan zie je ook die veelzijdigheid van het groen in de stad. En dan zie je door je oogharen, zie je ook wel die contouren van die netwerken en die verbindingen die er liggen. En tegelijkertijd maakt het ook duidelijk dat we nog wel iets te doen hebben om die verbindingen echt goed te laten functioneren. Absoluut. Dank u wel. Dat is een perfecte segue naar mijn vraag voor mevrouw Wijten. Amsterdam is druk bezig met niet alleen het schrijven, maar ook het uitwerken en het implementeren van de groenvisie.
Wat meneer Graat hier zegt over die netwerken verbinden, is dat een groot onderdeel van de groene visie van Amsterdam? Ja, we zijn... Nog een keer proberen? Ja. De groenvisie is nog niet klaar. We zijn nu heel veel gesprekken aan het voeren. En wat je merkt in al die gesprekken die we de afgelopen maanden hebben gevoerd, is dat juist dat groen heel dichtbij de mensen, zeg maar. En ook het groen voor kinderen, dat heel belangrijk is. En we weten nog niet precies hoe die visie eruit gaat zien. Maar wat we wel zien is dat, zeg maar, als je, nou, dat merk ik zelf ook elke dag, als je, zeg maar, je deur open doet en ik heb dan een boomtuin voor de deur die we met de buren hebben aangelegd, waar ik elke dag van geniet. En vervolgens fiets je langs een groene route met heel veel bomen door het park naar het werk en geniet je van de rust en zie je ondertussen nog heel veel groene elementen. Dat er al heel veel is in de stad, maar dat zou nog inderdaad veel beter verbonden kunnen worden. En wat we eigenlijk merken in alle gesprekken is dat iedereen zegt, juist ook in de stad met heel hoge dichtheid aan woningen, er kan nog veel meer groen bij. En heel veel Amsterdammers zijn al initiatiefnemers ook in het groen. En sommigen zijn aangesloten bij een organisatie, anderen doen het gewoon helemaal zelf, zonder organisatie. Leeft gewoon heel erg onder Amsterdammers. Als er, zeg maar, een boom gekapt wordt, dan spelen de emoties hoog op. Dus ik denk dat er in Amsterdam zeker een hele goede basis ligt om die structuur verder te ontwikkelen. Ja, er was laatst een onderzoek gedaan vanuit de Universiteit van Amsterdam dat veel media-aandacht kreeg in het Parool onder andere. En dat was een onderzoek dat liet zien dat groen in Amsterdam in de afgelopen 13 jaar met 11% was afgenomen. Dat ging dan vooral door de gebieden in West en ook in Noord. En het gaat natuurlijk niet over parken, die zijn natuurlijk bestemd als officieel als parken, maar natuurlijk over andere gebieden groen. En vaak wordt dan ook de vraag van, we weten allemaal hoe belangrijk groen is en we weten dat we er meer van moeten hebben, maar er is weinig plek in Amsterdam. Zeker als we ook nog 200.000 of wat is het woningen erbij willen hebben. En die mensen willen natuurlijk ook allemaal groen hebben. Dus de vraag is dan niet zozeer meer groen, maar effectief groen of hoge kwaliteit groen. En ik weet dat een paar documenten van gemeente Amsterdam dat er ook over hebben. Maar hoe zou u hoog kwaliteit groen definiëren? Over dat onderzoek wil ik ook nog wel iets zeggen. We hebben ook met de nieuwe onderzoekers gesproken van de UvA. Mm. Zodat we, zeg maar, daarin samen gaan optrekken in een nieuw onderzoek. Ja. Want delen van het onderzoek, het groen dat verloren was braakliggend terrein wat al bestemd was. Nou ja, er valt heel veel over te zeggen. We zijn ook op zoek nog, wij zelf, maar ook samen met de universiteiten, van wat is nu een goede manier om dat groen te gaan monitoren. Ja. En daarbij gaat het altijd weer over de kwaliteit van het groen. Want die is veel lastiger om te monitoren. En die is wel heel belangrijk. Hè? Dus een grasveld is iets heel anders dan een bloemrijk grasveld, zeg maar. Nee, dus daar zit hem echt die kwaliteit in. En wij zetten nu in ieder geval in, ook de afgelopen jaren al, op meer ecologisch beheer, op meer toegankelijkheid, op groen wat ook klimaatadaptief is. Ik kijk even naar mijn buurman, want die gaat er zo meteen nog meer over vertellen. Op groen wat aantrekkelijk is, wat juist ook voor heel veel mensen te gebruiken is. Dus voor jong en oud, voor mensen met allerlei achtergronden. En het idee dat er niet nieuw groen toe te voegen zou zijn in Amsterdam... Daar ben ik het niet mee eens, want ik zie nog heel veel mogelijkheden, ook in de straten. Mm. Dus wij denken al heel snel, oh, daar kan geen boom meer of daar kan geen groenvak toegevoegd. Nou, een mooi voorbeeld wat recent is opgeleverd is in Oud-West, Bellamyplein. Ja. En allerlei straten daaromheen, en dan zie je dat dat wel degelijk kan. Maar er is wel een beweging nodig of mensen die in de goede manier daarover meedenken. Zowel Amsterdammers als ambtenaren. Maar ik denk dat daar nog heel veel te behalen is. Ja, maar een definitie van nu hebben we hoog kwaliteit groen bereikt, dat is er nog niet of nog niet helemaal. Nou, wij kijken vooral naar een aantal functionele aspecten, zoals het draagt erbij aan meer biodiversiteit. We hebben al in Amsterdam al redelijk hoge biodiversiteit, maar dat kan nog beter. Ja. Dus wat is het effect voor klimaatadaptatie, zowel voor hitte, droogte, hevige regenval? In welke mate het bijdraagt aan gezondheid, dus zowel psychische gezondheid als aanzetten tot bewegen. En sociale cohesie is ook heel belangrijk. Dus als er dan ook nog bijvoorbeeld een moestuin is of mensen gaan samen aan de slag.
dag. Of, maar wat we zien ook is voor, dat voor heel veel mensen gewoon een boom met een bankje eronder al heel belangrijk is om elkaar te ontmoeten in het groen of in de schaduw te zitten. Dus we hebben zeg maar ja, een echte hele vaste definitie is er niet. Maar we weten wel wat al die, ja, we zeggen sowieso monofunctioneel groen is gewoon verleden tijd. Dus het moet wel aan heel veel verschillende waarden voldoen. En daardoor krijgt het heel veel betekenis. Ja. En ik wil nog iets zeggen over de kinderen. Want ja, toevallig zie je hier ook foto's. Dat zijn mijn kinderen. Ik woon nu al meer dan 20 jaar in Amsterdam. En ik zie wel echt een verbetering. Als ik kijk naar wat de mogelijkheden zijn voor kinderen. Ja. In het verleden hadden we veel minder natuurspeelplekken of groene schoolpleinen. Die hebben we nu heel veel. Ja. En waar onze buitenlandse collega's als op met mee op excursie gaan echt zich over verbazen. Dat het allemaal kan. Ja. En wat wij horen ook uit onderzoek. Ook de GGD doet daar onderzoek naar. Is dat kinderen als ze in een natuurlijke omgeving spelen op een schoolplein of in een speelplek. Vervolgens veel relaxter en ontspannender in de klas zitten, veel gefocuster zijn, maar ook dat er veel minder ongelukken zijn. Mm. Dus wij maken ons niet zo druk over over die ongelukken. En als ouder weet ik nu, ja, dat hoort er gewoon bij. Ja. Er wordt geklommen in bomen, gevaarlijk gespeeld, maar heel erg vanuit dat aanzet tot daar leer je heel veel van. Ja. Een kind ontwikkelt zich daardoor heel anders. Ja. Dus ik zie daar wel juist een verbetering in de afgelopen jaren. U zei net al voor in het samenstellen van die groenvisie spreekt u met een aantal verschillende mensen. Vraagt u ook aan uw kinderen wat ze zouden willen zien? Ja, aan mijn kinderen. Maar ja, die zijn natuurlijk een beetje besmet. De ene wil bioloog worden en de andere dierenarts. Ja, Nee, maar we zijn ook op scholen langs gegaan. Dus de afgelopen weken zijn we op een school in Zeeburg. Twee verschillende klassen. En nu recent een school in Nieuw-West, een lagere school. Waar we echt kinderen vragen, want de groenvisie gaat over 2050. Dus we willen juist van hen weten, van hoe kijken jullie aan naar die groene stad van de toekomst. En dat is gewoon heel leuk om te horen. Want in de ene klas zijn het zeg maar allemaal hele groene kinderen die zeggen, nou, als ik een beetje rustig wil worden of een druk in mijn hoofd, ga ik met de hond wandelen in het groen. En in een andere klas, op dezelfde school was dat, zeggen kinderen, groen is vies en natuur is stom. Maar dat is gewoon wel heel leuk om te horen. Natuurlijk hebben al die kinderen iets met natuur en door alle acties die er zijn, zeg maar ook reclame helpt er natuurlijk aan mee, zijn ze er ook allemaal wel mee bezig. Ja. Het blijft een stad. Maar ik zie wel juist dat daar heel veel aandacht voor is. En er kan nog misschien wel meer dan nu. Ja. Ja, mooi. Dank u wel. Ja. Meneer De Jong, de gezonde stad. Wat is dat? Wij zijn een organisatie die zich elke dag inzet om de stad daadwerkelijk groener te maken. Een echte doeclub. Dus dat parkje waar jij het net over had. Rond de boomstam bij jou voor de deur, daar ben ik nu 250 van aan het aanleggen in Amsterdam-West met bewoners. Er waren 1000 geïnteresseerden, maar we hadden er 250 in de aanbieding. Afgelopen winter hebben we 100 bomen geplant. Er waren ook 1000 geïnteresseerden. We hadden er 100 in de aanbieding. Maar voor mij gaf het wel aan van, er is best wel veel ruimte en willingness om die stad te vergroenen. We hebben gisteren een project gelanceerd waar we 25 balkons gaan vergroenen en waar mensen hun eigen groente en kruiden kunnen verbouwen op het balkon. Maar ook een klein beetje werk aan de biodiversiteit. 25 ambassadeurs, 800 aanmeldingen. Dus we hebben meer mensen teleur moeten stellen. Maar goed, misschien kunnen we daar ook mee aan de slag. Dus dat is het type projecten dat wij doen om de stad groener te maken. En hoe gaat dat? Bent u blij met de veranderingen die je ziet in Amsterdam tot nu toe? Kan het beter? Kan het slechter? Ik ben dan zelf onder de indruk van de aantallen die ik noem, 250. En tegelijkertijd staan er 400.000 bomen langs de straten. Dus denk ik, er is nog wel wat werk te doen. Maar ik vind wel dat het de goede kant op gaat, ja. En de gezonde stad, de visie achter de gezonde stad, komt dat overeen met een National Park City? Ja, daar kan je toch alleen maar jaloers op zijn, zo'n verhaal. Dat is fantastisch. Dat komt helemaal overeen. Wat ik heel inspirerend vind, is dat het ook
zoveel verschillende aspecten van de samenleving combineert. Dus het is niet alleen voor de biodiversiteit of voor klimaat of wat dan ook. Dat is misschien onze missie van de gezonde stad. Maar het merendeel van de mensen die meedoet in onze projecten, die doen het gewoon omdat ze met hun kinderen in het groen willen spelen, omdat ze hun buren willen leren kennen, omdat ze zich ergeren aan dat de straat gewoon lelijk is of wat dan ook. Dus die doen om allerlei andere redenen mee met die projecten. En ik vind dat in die visie van de National Park City dat dus heel goed samenkomt. Plus, nou ja, het woord grassroots is een paar keer gevallen, dat de mensen het dus zelf kunnen doen. En wij proberen ze daar dus ook bij te helpen. Ja, mooi. Dank u wel. Meneer Goedbloed. Ja. Waternet. We hebben het de hele tijd over groen natuurlijk. Maar water speelt een heel belangrijk rol in het groen. Je ziet het ook steeds meer met steden die visies hebben. Hele grote urban forest masterplans. Laatst zag ik er een voor Dubai. En ik dacht, maar Dubai heeft toch helemaal geen water? Hoe gaan ze al die bomen water geven? Hoe zit dat nou, de connectie tussen water en vergroeningsacties in de stad? Nou ja, kijk, water en groen, dat is één op één met elkaar gecombineerd natuurlijk. Zonder water geen groen. Omdat dat is een van de voedingsbronnen voor het groen. En ik trek dus het programma Amsterdam Reenproef. En dat is echt een programma, een netwerk aanpak om eigenlijk samen met iedereen te werken aan een regenbestendige stad van de toekomst. Wat we eigenlijk doen als stad, of deden als stad, was eigenlijk zo snel mogelijk dat regenwater de stad uitvoeren, eigenlijk ondergronds met zo'n rioolstelsel, weg ermee. Door die klimaatveranderingen nemen die buien toe en gaat dat systeem van snel dat water maar wegvoeren uit de stad, dat gaat eigenlijk niet meer op, dat past niet meer in dat systeem. Los van het feit dat dat eigenlijk ook niet zo slim is, want je bent al je water, wat je eigenlijk nodig hebt om die stad leefbaar te houden voor het groen, ben je zo snel mogelijk die stad aan het afvoeren. Dus wat Amsterdam Reenproef is, die richt zich eigenlijk om samen met iedereen ervoor te zorgen dat we die stad op een gezondere manier inrichten. En dat noemen we Amsterdam Reenproef, dus dat klinkt heel erg je focus op regen en dat klinkt heel erg bij wijze van spreken in harde maatregelen. Maar die oplossingen zitten juist volledig in vergroenen. En dan gaat het niet over grote groenprojecten, dus dan gaat het niet over een vondelpark of dat soort dingen waar je dan bijvoorbeeld ruimte voor water moet maken. Ja. Nee, Amsterdam is natuurlijk zo plat als een dubbeltje. Dus dat water, dat regenwater, dat moet je opvangen daar waar het valt. Dus het gaat juist over kleinschalige, fijnmazige oplossingen overal in de stad. In de openbare ruimte, maar ook op de private kavels. En dat vind ik ook zo mooi van het verhaal wat we net eigenlijk hoorden, is dat dat ook gezamenlijk met iedereen is. Dus wij proberen ook te laten zien wat men zelf kan doen. Hm. Dus ook wat we als overheden moeten doen. Dus wat de openbare ruimteinrichters en dat soort mensen moeten doen. Maar ook tegelijkertijd, wat kan een woningcorporatie doen op zijn dak? Daar is nu een Europese subsidietraject voor om polderdaken op al die daken te maken. En dat zijn eigenlijk groene daken, waarbij vroeger eigenlijk een groen dak vooral mos-sedum was. Een beetje saaiige groendaken. En waarom? Omdat dat water wat op dat dak gaat in dat groen, je moet dat groen niet laten verzuipen. Dus je wil dat water er uiteindelijk wel af. Dus dat water heb je er vervolgens af laten gaan. Maar vervolgens wordt het droog en kan dat groen niet echt meer groeien. Dus je hebt planten nodig die eigenlijk lange tijd van droogte door kunnen maken. Terwijl als je dat water nou splitst van dat groen, dus water los van dat groen brengt, dus daaronder eigenlijk, zorgt dat groen zich kan voeden op dat water wat eronder wordt geborgen, heb je ineens een enorme mogelijkheid om fantastisch mooie groene daken te maken die heel erg rijk zijn aan biodiversiteit en die tegelijkertijd dus op een hele slimme manier dat regenwater bergen in de stad. Ja. Dus berging, maar tegelijkertijd gebruik je dat regenwater dus vooral ook om die stad leefbaarder en aantrekkelijker te maken. Nou, dat vind ik eigenlijk echt wel het belang van het water. En dat zien we ook met het programma. En dat vind ik ook zo mooi, is dat we met die groenvisie, met die groene schoolpleinen, maar met wat Jaap aan het doen is, daar haken we steeds eigenlijk op elkaar aan en kijken van maar welke belangen zien we nou met elkaar? En hoe kunnen we nou dat soort belangen koppelen om juist die stad groener, aantrekkelijker en dan tegelijk klimaatadaptiever te maken? Daniel had het daarnet ook al over hoe gardens zo'n belangrijk onderdeel zijn van het vergroening van de stad. U noemde net ook al privékavels. Ja. Ik weet ook dat Amsterdam Reenproef heeft dat een campagne van tegels eruit en groen erin. Ja, zeker. En dat is vooral op die privékavels. Hebben jullie dat al in kaart gebracht en hoe meten jullie eigenlijk het succes van zo'n initiatief?
Ja, dat is nog best wel een moeilijk om dat echt te meten. Kijk, wat ze ook binnen de groenvisie doen, is dat eens in zoveel tijd meten ze dus de hoeveelheid groen. Dus je wil je ook gaan kijken van hoe is dat nou gegaan met bijvoorbeeld het vergroenen of verstenen van tuinen. Mm-hmm. En dat is en blijft natuurlijk een hele lastige. Ook omdat, ja, die benedenwoningen, als je de 4 meter vergunningvrij aan kan bouwen, dan levert dat zo'n ton op aan winst, al zo niet meer. Veel in Amsterdam. Ja, en dan ben je dus weer een stuk tuin kwijt. Terwijl als je dan ook wel zorgt dat dat dak wat je erop zit meteen groen wordt en je dat water vasthoudt, ja, dan kun je wel ervoor zorgen dat die binnentuinen groen blijven. Dus die twee, ja. dat zie je dan wel als een goed genoeg oplossing. Dus ondanks dat het een paar meter uit wordt gebouwd, als groen dak erop, dan is dat het, is het wel oké. Kijk, ik vind het heel erg lastig om dan te gaan zeggen tegen woningeigenaren, nee, dat mag niet. Hmm. Maar als je het andersom draait, van oké, maar luister eens, ik begrijp dat u winst gaat maken, ik begrijp dat u woning groter maakt, zodat u met uw kinderen hier nog kunt blijven wonen. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat die binnentuin, wat eigenlijk een soort collectief goed is, want iedereen die met zijn appartementen daaromheen woont, ja, pluk de vruchten van die groene binnentuin. En dat is eigenlijk niet alleen maar die binnentuin zelf, want dat gaat natuurlijk met groen en biodiversiteit, zitten daar veel meer connecties. Ja. Dus ja, hoe stimuleer je dat? Hoe zorg je er nou voor dat wel degelijk blijft gaan? Ja. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Dank jullie allemaal wel voor jullie inzichten. Hartelijk applaus voor ons geweldig panel. Het hondje vond het ook hartstikke goed. Die wou ook zijn... nu even naar iets heel anders. I'm going to switch back to English for this part as well. We have a very special guest here tonight, a biologist, a world traveler, and an author. I'd love to welcome Arita Bajans to the stage. Arita has been all over the world, and she's going to tell us about all the amazing things that she saw there and how it's brought a new perspective to the landscape around us. The floor is yours. Okay, thank you so much. I'm not going to tell a lot about my explorations in other countries, but I'll make a connection with what I found there to here. First of all, I want to ask you, you've been to many places now with everybody. I want to ask you to focus on the middle image, beautiful picture of Julia Fullerton Batten, and then close your eyes for a few seconds and go back to your childhood and go back to a place that was very special for you. Can be in your garden or in the forest, but outside of the house. Just imagine that place. I'm sure it pops up. How it looked and smelled and what sounds that you heard there. Do you have an image? I see some nodding. Okay, then you can open your eyes again. And isn't it amazing that you, I think some of you go back decades and still this image pops up. So it meant something to you. And that place where you went back to just for a few seconds, it is not a location anymore, but it's a place that means something to you. So you get a sense of a place. And what I was so surprised about when I traveled in the desert and in Siberia and Papua New Guinea, that people there have a very strong sense of place that shows itself in the stories and in the animated nature. The word nature, actually, they don't use, because for them, we are part of that whole business outside. I'm also a writer. So my last adventure actually was in Papua New Guinea, but before that, I was in Siberia. And I tried to write a book about the things that I noticed there. People have so many words for stuff we don't have a word for, which is always about our relation with the world around us. So people are keen observers, and the meaning of a place, the stories that happen there. We have the same experiences, but we don't give words to it, and we never talk about it. You don't find it on a map, you know? And so
finally, I thought, you know, I was trying to write, but I couldn't find the words. I thought, you know, I'm a biologist, but I'm also a bit of an Alice in Wonderland, and I like to use a language that suits me, and that is not the language of science per se, but that's also a kind of poetic language. And the maps that I used on my expeditions, they showed the rivers and the mountains, but never the landscape of the mind, you know, that you just went back to. You just had a mindscape that is attached to a physical landscape. So I thought, wow, you know, map makers and their opdrachtgevers, the ones that commission a map, they have so much power. They show us a world they want us to see. So what is on the map is real. But what they leave out, which is quite a lot actually, doesn't exist. So when you make decisions about the city and how it's going to look like in 20 years, or the Netherlands, which will change a lot in the coming two decades, what is not on the map doesn't count. So what people get angry about, usually I get very emotional about, is that one tree, you know, and then they will say, well, we plant another tree there. But that's not my tree. The same with the place that you remember as a child or where you've had memories, things that happened there. So I think the meaning of a place is important. And so I thought, you know, I'm always busy in faraway places, but actually the problem is in my own country and Europe and the Western world and the way we think, that we don't allow for subjective experiences to be put on a map. So I thought, okay, let me try and change it. So I started a project called Paradise in the Polder, and it does two things. We create deep maps, which are maps that show your stories and experiences and oral history. So there are several layers. Actually, we did one project last year with the afdeling Ruimte en Duurzaamheid. You will see that picture there. And the maps above we created also. And we made one map of Amsterdam. I asked two cartographers and geodata specialists. I said, I want a map that is on the one hand exact, but it also has to be fuzzy, because in real life there are no strict borders. I said, we can't do that. I said, of course you can. You know, it's this what if. I said, we can do anything we want. You just have to want it. So we created a map that shows, you know, I went on an expedition in Amsterdam for 1 month. And because I went slow, usually I'm crazy on my bicycle, so I don't see much, but I walked a lot. And I thought, wow, we have so much green and so many people to chat with about, you know, the stuff they do in their garden. It was quite surprising. And my trip, you can follow it. It's like schimmeldraden, you know, fungus. So it follows the streets, but you will never know where I am exactly. That's also another thing of me. I think Google Earth is in a way terrible, because it takes away the imagination of a place. Anyhow, I won't go into great detail, but just so that you get the idea that you can put layers on the map that, let's say, the overhead wants us to see and to take decisions about, but you can put layers of meaning on top. And then many people will say, you know, we can't have 100 or 1,000 different opinions and experiences on one map. It's crazy. We can't work. We can't take decisions. And then my answer is, but the reality is chaotic. And I'm a citizen of Amsterdam. I have as much to say about my town as somebody in the town hall. So why can't we have a discussion about it? So I'll show you my map. You show me your official map. And then you tell me what's wrong about mine, and why your reality is more real than my reality. And if you have a little bit of humor, you can have a great discussion, and then it's transparent why we use the maps the way we do, which is why I love the green map that in probably a few minutes will be an official one. And you see, actually, we Make the City, we work together, and you see a little snippet of the green map. What I ask people, then we go to this one, I take you around a little bit, but so this is, yeah, I don't know if I made a mistake by showing the map this way, I didn't know. So what I ask people,
Imagine a place in Amsterdam that you really care about, where you go to get rest or to fish or whatever. And I said, actually, that would be maybe your sacred space. You don't want anybody to, sorry for the word, fuck around with that place. You know, it has to stay the way it is. So we put white dots on that sacred space because nobody should know exactly the location because then they go there. But you feel, and there's a story attached to it. We wrote it all down. So we added an extra layer of meaning onto the green and blue map, which is not so easy for decision makers to work with. But, you know, in what world do you want to live? If you go outside, you don't walk in a world that's bits and data and geodata. No, you see a tree or a bird or you smell waste or something. You live in a world of your senses. So I'm trying to make a new agenda for maps that really mean something to us. And for example, on the top right, you see a legenda. I hope it's in English the same, legenda, of a Aboriginal map. So if you would see a map of Aboriginals, we couldn't go from A to B, but they can because they have different ways to explain the landscape. Then below it, in the middle, is the way we're used to. You know, we have a very technocratic way to express ourselves when it comes to our relation with landscape. So it's bouwland of kernkwaliteit, or I don't know what. It's all, I don't know, it lacks, to me, it lacks, it's good. It's helpful, but not if you want to talk about the more poetic layer of the landscape. And then below is my legenda. I love, and that one also, I love verdwijnplekken, you know, places where you disappear. I have many in the city, actually. So we can create whatever we want. And you're an example of it with the green map and also Daniel. So let me just finish with that we also started a dictionary for the future so that we create words that have meaning and that say something about our relation with the landscape. And I would like to ask you if you belong to the fixers, people that think that more technology will give us the solution that we need. I would say let's go a little bit more to the forbuilders, you know, to just imagine the world that you want or the city that you want, and then work backwards and create it. Thank you so much. Thank you, Al. Thank you very much, Arita, for these fascinating insights about how we can bring a much more human component to map mapping, which I think was lost long ago. Thank you. Back to Dutch. En nu gaan we naar het zuiden van het land, naar Breda. Breda heeft een heleboel groene ambities. En nu wil ik een hele speciale gast, helemaal uit Breda, op het podium graag van harte uitnodigen. De burgemeester van Breda, meneer Paul Depla. Hi. Dankjewel. Het klinkt net alsof je echt uit een vreemd land komt. Maar Breda is maar een uurtje rijden hoor. Dus zover is het niet. Maar dank voor de uitnodiging om hier vandaag met u te delen. De ambities die wij als stad hebben, de stad Breda. Ambitie om een stad in een groen park te zijn. Of in een groen-blauw park te zijn. Omdat we denken dat dat een ambitie is die past bij onze stad. Die past bij de geschiedenis van onze stad. Maar die ook kracht geeft voor de toekomst van de stad. Een stad waar mensen graag willen wonen, graag willen werken, graag naartoe komen, graag verblijven. Om terug te gaan naar de Breda, en mij past natuurlijk enige bescheidenheid, want ik sta hier tussen Londen en Amsterdam. En dan is Breda een klein dorp met 185.000 inwoners. En ik stond hier net natuurlijk allemaal tussen deskundigen en mensen vanuit heel veel ambitie. Ik ben slechts burgemeester, laat ik zeggen, dat past ook enige bescheidenheid. Want als wij het vaak over groen hebben, dan bestrijden we vaak het groen met de hennepplantage en dergelijke. Maar dat is een andere discussie. Die gaan we hier vandaag niet voeren. Want het groen waar we het over hebben is een groene ambitie van het verhaal van Breda. De negende stad van Nederland. Een stad die heel centraal gelegen is binnen, zou je kunnen zeggen, de delta. Verbonden tussen slechts een uur met de trein
van Amsterdam naar Breda, maar tegelijkertijd vanuit Breda ook binnen 3 kwartier bij Brussel. En dan heb ik het ook nog niet eens over de verbindingen richting Düsseldorf die er ook kunnen zijn. Je hebt een centrale ligging, maar een centrale ligging alleen is niet voldoende om een aantrekkelijke stad te zijn. Want Breda is een stad, ik weet niet of jullie het kennen, het restaurant Breda in Amsterdam is wel natuurlijk bekend. Maar Breda is een stad waar iedereen, toen ik ook burgemeester werd, ik kwam vanuit Heerlen. Toen ik daar burgemeester werd, zei iedereen, wat ga je daar doen? Uitkomend uit Nijmegen. Maar in Breda, toen ik burgemeester werd, zei, wat leuk, wat een mooie stad. En als je dan vroeg, wat maakt die stad dan zo leuk? Dan bleef het een klein beetje, ja, gezellig. En misschien dat mensen nog iets zeiden bij NAC. Weet je wel, dat was ongeveer, dan hield het ongeveer wel op. Een sterke stad met een historisch profiel, maar tegelijkertijd ook wel met een bleek profiel. Want als je ging doorvragen naar mensen, wat maakt die stad dan zo bijzonder? En waarom feliciteren jullie mij nou dat ik burgemeester ben geworden van die mooie stad? Dan bleef het vaak stil. En we zagen dat we ook niet alleen een wat bleek profiel hadden, maar dat we ook zagen door dat bleke profiel dat bezoekersaantallen terugliepen. Maar dat ook langzaam maar zeker bijvoorbeeld economische activiteit langzaam maar zeker aan het verdwijnen was uit de stad. Niet zo dramatisch als bijvoorbeeld in de stad als Eindhoven had meegemaakt toen de Philipsfabrieken dichtgingen of dreigden dicht te gaan. Of een stad als Tilburg met het verdwijnen van de textielindustrie, maar wel heel geleidelijk. En wij zeiden, willen wij een stad van de toekomst zijn, dan moeten wij een scherper profiel krijgen. Waar ligt de kracht van de stad Breda, waar iedereen een gevoel bij heeft al 800 jaar, een historische stad. Maar vooral, wat is de onderzoek ambitie voor de toekomst? Wij zeiden, je hebt een verhaal nodig waardoor mensen niet alleen zeggen, oh ja, Breda. Maar nee, wacht, wij weten waar Breda van is. Wat dat betreft hebben we gezegd, wij moeten ervoor zorgen dat we een verhaal hebben wat past bij de stad. Wat gemaakt is met de stad, grassroots werd net ook al genoemd. Omdat je alleen een verhaal kunt maken van de stad wat ook gedragen wordt door de stad. Een verhaal wat vertelt waar we sterk in zijn, wat ook ambitie heeft voor de toekomst. Het probleem daarbij was dat Breda eigenlijk overal een beetje goed in is. Geen echt duidelijke piek in de economie. Je kunt ook niet echt grote bedrijven. Vroeger hadden we tenminste nog het bier. En de suiker. En de Heinz. De Hero. En de Faam. De snoepfabrieken. Allemaal wat gemaakt had met suiker. Maar die zijn uit de stad verdwenen. Wat was het nieuwe suiker wat ook daadwerkelijk de stad nieuwe energie zou kunnen geven? Dat hadden we eigenlijk niet. We zijn overal wel goed in. Maar nooit echt uitgesproken in één ding goed. Geen duidelijke plek in de economie. Geen uitgesproken richting. En bewoners, en dat maakt het ook lastig, die gaven eigenlijk aan, als, wat vind je nou aantrekkelijk? Ja, alles was wel een 7 of een 8. Nou ja, een 7 in ieder geval zeker, en misschien een klein beetje een 8. Er was niks wat echt slecht was, waardoor je kon zeggen, daar ga je echt aan werken. Maar er was ook niet iets waar je zegt van, dit springt er nou echt uit. Dat geeft je stad daadwerkelijk profiel. En toch hebben we geprobeerd dat verhaal van de stad te verbinden, te maken, aan de hand van 3 unieke kwaliteiten die we als stad hebben. Want Breda, als je gaat kijken naar de stad, dan is het de stad die vanuit de historie altijd op grenzen heeft gelegen. Zand en veen komt hier samen. En de cultuurmens weet dat tussen zand en veen een groot verschil bestaat. Want het zand is het echte katholieke Brabant en het veen is het protestante Brabant. Daar begint Holland. Dat moet je tegen sommige Brabanders niet zeggen, maar het is ongeveer wel datgene wat gebeurt. We zijn ook in een situatie waar we natuurlijk altijd op de grens hebben gelegen. De Spanjaarden zaten niet voor niks bij ons en die werden bij ons er ook weer uitgetikt. Grens tussen protestanten en katholieken, nou, net al gezegd, kwam daar. We hebben altijd een verbinding gehad over de grens heen. Het smokkelen zit ons niet voor niks in het bloed. Want wat was er idealer om af en toe net die grens over te gaan? Grensloos denken, grensloze ambities, dat hoort eigenlijk bij de stad, vanwege onze ligging. Het tweede wat we zeggen is dat we eigenlijk altijd het gevoel hebben dat, en daarin is, maakt Breda het ook af en toe wel eens uniek. Ik noem het net al NAC, ik weet niet of het voetbalfans zijn. Maar NAC is een voetbalstadion, zeggen sommige mensen. Maar eigenlijk zeggen mensen, het is de grootste kroeg van Nederland met een grasveld in het midden. Want de reden waarom mensen daar komen, is omdat het daar gewoon een bepaalde sfeer is. Waar we doen het met elkaar, het is gezellig. Afgelopen week, ik weet niet of je kent, Breda drijft. Ik zal daar ook nog een foto van hebben. Daar gaan mensen in een bootje in de haven liggen. Opgeblazen bootje, ze komen bij elkaar en het is de hele avond fun. Wat doen we daar? Weten we niet, maar het is gezellig, we komen bij elkaar. Gastvrijheid is iets van de open stad ook. We staan open voor nieuwe mensen, dat is heel erg belangrijk. En een derde ambitie en een derde element wat ons heel erg sterk maakt, is onze groene stad. Wij zijn van oudsher een groene stad, met prachtige parken in de stad.
Kijk bijvoorbeeld ook naar de serie van Van Rossum, toen hij op een gegeven moment bij het Valkenberg, die noemde het bijna het paradijs van Nederland. Het Valkenbergpark. Maar het park in de steden wordt ook nog een keer gecombineerd met prachtige groene bossen, zoals het Masbos, het Liesbos, maar ook nog eens een keer de polders die aan de noordkant liggen. En dat maakt de stad, zou je kunnen zeggen, ook wel iets bijzonders. Het is een stad die in het groen ligt wat groen uitademt. En dat is, zou je kunnen zeggen, de 3G's. We zijn tenslotte met een zachte manier uitgesproken. Grenzeloos, gastvrij en groen. En dat is de kracht, die combinatie. Niet afzonderlijk, want dan zou je kunnen zeggen dat hebben meerdere steden. Maar die combinatie waarin het daadwerkelijk bij elkaar samen wordt gebracht. Dat maakt Breda wat Breda zo sterk maakt. Dat maakt Breda een stad waar mensen graag wonen. En dat zou een stad moeten zijn wat zich op die drie assen, op drie kwaliteiten zich verder gaat ontwikkelen. Drie kwaliteiten, waarvan we ook gezegd hebben, daar moeten prachtige ambities aan gekoppeld zijn. We hebben het voor de gein genoemd, de ambitie om bijvoorbeeld in 3 kwartier in Kopenhagen te zijn. Om verbonden te zijn. Want als je een echte grenzeloze stad bent, dan moet je nadenken over hoe je in de toekomst verbonden bent met internationale steden. En als je zegt dat je een unieke manier van werk hebt, een unieke manier van leven hebt met elkaar, de gemeenschapszin, het doen met elkaar, dan moet je dat ook kunnen uitstralen in andere landen. De ambassades van Breda die overal in de wereld komen. En de laatste ambitie was, we zorgen ervoor dat we daadwerkelijk de eerste stad in een groen park zijn. We gaan geen park in de stad maken. Nee, we zorgen ervoor dat de stad in een park zit. Met de kracht van een park waar het aangenaam wonen is. Ambities die wat soms discussie opleverde. Want 3 kwartier naar Kopenhagen, dat gaat toch nooit niet lukken. Nee, maar dat was wel een beetje de gedachte van die ambitie. Omdat je namelijk iets moest laten zien wat beweging zou maken. The man on the moon of de zalm in de Seine terug. Ambities toen ze uitgesproken werden, eigenlijk belachelijk werden gevonden. Geradicaliseerd of geridiculiseerd werden. Maar tegelijkertijd wel voor zorgen dat die beweging tot stand kwam. En hetzelfde hebben we gezegd in die discussie over dat stad in dat park. Want dat is misschien heel erg graag, want mensen denken vaak natuurlijk vanuit stedenbouw en niet vanuit landschapsontwikkeling, niet vanuit, zou je kunnen zeggen, groene omgeving, maar draai het eens een keer om. Dus zorg ervoor dat je die stad in dat park daadwerkelijk bent. Omdat het aansluit bij de kracht die we als stad hebben, maar tegelijkertijd een enorme ambitie geeft. Breda brengt het samen, was het toverwoord, waar alles werd verwoord. Omdat we daadwerkelijk ook, zeker als het gaat over het groene, letterlijk alles bij elkaar brengen. Zo is Breda gelegen in een kleine delta waar Breda 6 kleine rivieren en beken samenbrengt. We hebben daarmee ook een hele grote wateropgave. Dat zullen mensen misschien raar vinden. Ik kwam voorheen in Nijmegen, daar had je de grote rivieren met de dijkteruglegging. Het hoogwater, het ruimte voor rivierenproject. Maar in Breda heb je een geleidelijke stroom vanuit België met heel veel regenrivieren. En dan gaat het in Breda, komt het in een soort badkuip terecht. En vanwege die regenrivieren, de Weerrijs en de Mark, zorgt ervoor dat je wat dat betreft een enorme wateropgave in die stad hebt. Dus je moet nadenken in die toekomst dat die wateropgave die alleen maar sterker wordt, Daniel heeft er net natuurlijk ook het een en ander over gezegd, dat je ervoor moet zorgen dat je dat op een goede manier in je stad weet te borgen. Maar we brengen niet alleen die rivieren en beken samen. We brengen ook zand, veen en klei bij elkaar. Die ontmoeten elkaar in Brabant, die kussen elkaar in Breda. En die verscheidenheid geeft veel landschapstype ook, zorgt voor veel landschapstype. Van zandverstuivingen, heide met vennen en die klassieke Brabantse bossen. Waarvan, als ik even mijn ogen dicht doe, me herinner, dat waren de plekken waar je graag kwam. Die Brabantse bossen. Maar als je naar de noordkant kijkt, krijg je een heel ander type landschappen. En dat maakt de stad, zou je kunnen zeggen, uniek. Als je vandaag naar het zuiden gaat en je gaat morgen naar het noorden, dan zie je totaal andere natuur. En dat is misschien voor een gedeelte ook wel de kracht van onze stad. Veel van die groene iconen zijn lang geleden ontstaan. En ze hadden, en dat is wel bijzonder, altijd een maatschappelijke opgave. Een maatschappelijke opgave die ervoor gezorgd heeft dat die groene iconen waar we nog steeds van genieten, vandaag de dag nog ontstaan. Denk aan het landgoed de Burgst, dat was vanwege de landbouw in de 12e eeuw. Het Liesbos, ontstaan vanwege jachtdoelstellingen. Valkenberg, voor de valkenjacht. Tuin, boomgaard, moestuin. Het Masbos, als woningbouw, scheepsbos. De Armada moest daar gebouwd worden. Het was een bos van de Nassau's. We hebben vervolgens het Begijnenhof gehad met de kruidentuin midden in de stad. Een uniek plaatje, zou je kunnen zeggen. Belangrijk bedoeld toen de tijd voor sociale woningbouw. De Spinola-schans, militaire doeleinden. We hebben de Zuiderwaterlinie, meer aan de noordkant, met onder meer de Lage Vugtpolder. Ook vanwege militaire doeleinden, verdediging van de regio, verdediging van de stad.
We hebben de single ring gehad. We hebben de inverse stedenbouw in de jaren 70, jaren 80 gehad met de Haagse Beemden. Rond de landgoederenzone. En we hebben de vierde bergboezem gehad. We hebben steeds ervoor gezorgd dat we de maatschappelijke opgave, waarin het soms ging over voorkomen van wateroverlast, zoals bij de vierde bergboezem, altijd gecombineerd natuur met die maatschappelijke opgave. Omdat we dan weten dat die natuurlijke ontwikkeling ook daadwerkelijk wordt gedragen en steun krijgt. En dus niet alleen natuur om de natuur was, maar ook een maatschappelijk doel diende. Ik zie dat ik op moet zitten, dus ik zal snel zeggen. Met Breda en de stad en het park kunnen we ook een antwoord geven op de maatschappelijke opgave van deze tijd. Aangenaam vestigingsklimaat, klimaatadaptatie, gezondheidszorg, zorgen voor goede plekken waar kinderen kunnen sporten, maar ook ouderen kunnen bewegen. Zorg dat de plekken waar de daily mall kan worden plaatsvinden, zeg ik als voorzitter van Jongeren op Gezond Gewicht. Allemaal zaken die kunnen worden gerealiseerd dankzij de nieuwe groene opgave. En natuurlijk ook behoud van biodiversiteit. Daarbij hebben we een aantal opgaven, zou je kunnen zeggen. De nieuwe Mark, het Zeeligpark, gericht op recreatie en cultuurhistorie. De Zoete Delta, tweede plaatje wat u ziet. Enorm belangrijk voor die waterberging. Waarbij die waterberging ook kan zorgen voor biodiversiteit. En herstel van de singelring, waar het gaat over het belang van recreatie, cultuurhistorie en biodiversiteit. De opgave, in totaal 150 hectare in het centrum, kansen om de identiteit van de stad verder te vergroenen met water als belangrijke drager en verbinder. Daarnaast, en dan twee belangrijke ontwikkelingen. Het realiseren van een groen-blauw netwerk, wat bestaat eigenlijk uit twee ringen. Eerst hebben we een singelring met aanliggende parken rondom de binnenstad. Dat zorgt één kant, de nabijheid, zou je kunnen zeggen, van het groene, waar een bezoeker van de stad automatisch van gaat houden. Maar daarnaast een ring om de stad met natuurgebieden en aantrekkelijk agrarisch gebied. En daartussen verbindingen met groen-blauwe structuren. Zorg ervoor dat die twee bewegingen van een dichte centrumachtige functie en meer die regionale functie goed met elkaar worden gerealiseerd. 160 hectare groen die we op basis daarvan kunnen realiseren. Wat belangrijk is daarbij, dat we naast de ontwikkeling daarbij ook ervoor zorgen dat het beheer goed is. Want ontwikkelen is één, beheer is cruciaal. En dat zien we vaak in onze stad, dat het nog wel eens een keer te wensen overlaat. Want het wordt iets prachtig neergezet, maar als het beheer achterwege blijft, is de steun voor toekomstige groene ontwikkelingen een stuk minder groot. Nou, daarnaast, en dat is ook al een aantal keer gezegd, belangrijk om de stad erbij te betrekken. Zorg ervoor dat je daadwerkelijk die vergroening niet alleen vanuit het stadhuis doet, niet alleen met grote natuurlijke partners die heel belangrijk zijn, Staatsbosbeheer natuurlijk bijvoorbeeld, maar dat je het ook samen met bewoners doet. Zorg ervoor dat je zoekt naar bewegingen om de stad met bewoners daadwerkelijk te vergroenen in die directe woonomgeving, maar betrek daar ook soms ondernemers bij. Een aantal voorbeelden die net al genoemd zijn. Ook de verwarring, harding weghalen, dat werd net eigenlijk ook al gezegd, vanuit klimaatadaptatie van grote betekenis. Maar voor ons geldt dat bijvoorbeeld ook het terugbrengen van de haven. Het zorgen dat je doortrekken van de markt krijgt, wat nou nog allemaal verhard is, wat dan water wordt. Belangrijk voor klimaatadaptatie, maar wat een uithangbord voor je stad. En sommige mensen vergeten dat wel eens, dat naast het goede voor de eigen bewoners, die groene, blauwe structuur van de stad ook daadwerkelijk echt een visitekaartje is van de stad, waar heel veel mensen graag op afkomen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, raar dat niet meer steden dat zien. We kiezen ervoor om een groene structuur te hebben, waarbij we ervoor zorgen dat mensen eigenlijk in die compacte stad op pantoffelafstand iedereen een stuk groen kan bezoeken, jong en oud. Pantoffelafstand enorm van belang, maar dat ze binnen een kwartier, en dat kan natuurlijk in de stad met 185.000 inwoners die heel compact is gebouwd, binnen een kwartier in natuurgebied zit. Zodat je de groene nabijheid hebt, pantoffelafstand, en tegelijkertijd de natuur, die grotere gebieden, eigenlijk op een kwartier afstand bij elkaar hebt. Als dat lukt, dan zijn we echt een stad in het park en dan weet ik zeker dat we een enorme troefkaart hebben om mensen een prachtige woonplek te geven, kinderen een prachtige toekomst te geven en een prachtige plek te zijn waar we heel veel toeristen gaan ontvangen. Ik hoop dat we mensen mij kunnen inspireren, want wij kunnen het niet realiseren om die stad mooi te maken. Maar ik hoop ook dat we geïnspireerd kunnen worden door de mensen, door de inspiratie ook van andere steden. En wat dat betreft was het heel mooi om bijvoorbeeld vandaag het verhaal van Londen te horen, want dat was voor mij in ieder geval heel inspirerend. Dankjewel. Je mag blijven staan. Misschien kan ik even ruilen. Even ruilen voor microfoon. Zo.
En dan wil ik even aan onze panel vragen wie er misschien een reflectie heeft op het verhaal van meneer De Pla. Vanuit Amsterdam. Surprise. Surprise. Nou, ik vind heel mooi, hele mooie plannen. En volgens mij ook rekening houdend met heel veel aspecten van het groen. En wat je op het laatst zei, is denk ik wel heel belangrijk. Dat zien we in Amsterdam ook. He, dus die bewoners en ondernemers erbij betrekken. Want dat is wel wat ik heb geleerd ook de afgelopen jaren. Van ja, als gemeente alleen red je dat niet. En dat zou je ook niet moeten willen. Je hebt samen een doel. En bewoners hebben vaak ook heel veel kennis. En ondernemers ook. Dus ik denk dat dat wel een hele, vond ik ook een hele mooie aanvulling op het verhaal. En ik zag allemaal groene daken, groene gevels, hele mooie beelden. Als het gaat lukken, dan is het geweldig. Ja, we proberen het ook echt, wat je zegt, met de stad te doen. Want Breda brengt het samen. Dat betekent ook de groene ambitie. Kun je alleen maar samen brengen. Dus samen realiseren. En het geeft ook iets aan dat als mensen het als een opgave door het stadhuis geformuleerd zien, men eerder de neiging heeft om een stap terug te doen. Terwijl als het men als een opgave van zichzelf beschouwt en ook ziet wat men dan zelf of hun kinderen van kunnen profiteren, en dan zie je gewoon dat mensen tot zelf tot heel veel ambities tot stand komen. En sommige projecten, vroeger was de markt gekanaliseerd in het Markdal. Het terugbrengen van de meanderstructuur in het Markdal is echt ook gewoon door een private club gedaan. Ondersteund met Staatsbosbeheer, et cetera. Dat hebben we ook echt overgedragen aan die mensen. En dan krijg je echt prachtige resultaten. Ik denk een element wat ook in de benadering van Breda zit, en dat is misschien nu nog niet aan de orde gekomen, maar daar zou ik je eigenlijk uitnodigen om daar nog iets over te willen zeggen, is eigenlijk het bouwen aan die groenstructuur van de stad. Hè, dat is letterlijk bouwen. En jullie hebben volgens mij voor een benadering gekozen om het bouwen aan die groenstructuur ook onderdeel te maken van de woningbouwopgave die in de stad ligt. Hè. En als we in staat zijn om dat soort koppelingen te maken, ook op andere plekken, dan gaan we echt het groen als onderdeel van die stad ontwikkelen. Nou, misschien kun je daar iets over zeggen wat jullie daarmee doen. Ja, ik zag jou opkomen, dus ik zal het kort houden. Maar het is een terechte opmerking. En wat bij ons natuurlijk heel erg sterk werkt, we hebben een binnenstad van ongeveer 330 hectare. Daarvan wordt op dit moment 130 hectare herontwikkeld. Op allerlei manieren. Omdat er kazerneterreinen zijn leeg zijn gekomen. Omdat een oude suikerfabriek vertrokken is, et cetera. Zonder heel veel historisch erfgoed. Dat geeft enorme kansen om te herontwikkelen. En wat daarbij heel erg belangrijk is, dat die groenblauwe opgave die daarbij hoort, of kans die dat ook is, dat je die automatisch verbindt met die ruimtelijke opgave. En het voordeel daarbij zeg ik altijd, ik was wethouder ruimtelijke ordening in Nijmegen en ik combineerde het met sport. Daar heeft de sport van geprofiteerd. In Breda, is het nu ruimtelijke ordening in combinatie met de portefeuillehouder Groen. En je ziet dat hij bij elke ruimtelijke ontwikkeling, Paul de Beer is dat, bij elke ruimtelijke ontwikkeling ook nadenkt, hoe kan ik mijn groene ambitie ook daadwerkelijk een onderdeel laten zijn van die ruimtelijke ordeningsambitie. Nou, en die combinatie is cruciaal. En denk dan ook goed na, dat zou ik ook bijna tegen andere mensen willen zeggen, denk goed na over hoe je portefeuilles op lokaal niveau verbindt. Want als je groen daadwerkelijk onderdeel wil laten zijn van je ruimtelijke ontwikkeling, zorg dan dat groen een onderdeel is van die portefeuille van ruimtelijke ontwikkeling. En zet het niet in een aparte portefeuille milieu en heb ergens anders ruimte en wonen. Want dan weet je één ding zeker, dan is er voor die groene kant veel minder aandacht in de gedachte bij het ontwikkelen van plannen. Dat is zeker. Dank u wel. Graag gedaan. And now for the very last language switch of the evening. For the final part of the program, I'd like to invite the initiator of hashtag Urban Nature Amsterdam, Joanna Beres, to the stage. And also Charlie, our amazing cartographer that made the map, to the stage, Charlie Peel from Urban Good. So together, here's the mic. Sorry.
There's a mic, and there's the mic. Perfect. So here we are, guys. We made it. Yes, we did it. How does it feel to have the urban nature map in your hands, Joanna? In my hands. I'm tired, but very thankful for the journey we've had. I can't thank everybody, because there are lots of you here who became my friends in this year. We did it with 150 crowdfunders, lots of institutions who helped us, and with three very important partners. Without you, Gemeente Amsterdam, Waterschap, Amstel, Gooi en Vecht, and Recreatie Noord-Holland, we wouldn't have made it. So thank you. But the map, it's for me, you know, it's an invitation to dream. What Anita says, it's a way of rediscovering your city, love it more, and invest. So call for action also. And it's not my map, it's the work of this great guy next to me. Charlie, what was it like to, after you made the London National Park City map in 2017, what was it like to do the second one of Amsterdam? What was that like? So I suppose London happened as a bit of an accident. I didn't actually ask Dan if I could make the map, but I said he needed a map. I'm going to do this. And he asked me, like, well, can you make it? And I think I was probably too polite to say no, or embarrassed to say I've never made a map. But London happened. It was amazing. And I guess we learned a lot along the way. So this time, being asked by somebody is just a sort of validating, it's an emotional experience. Like, well, somebody really wants this to happen. I'm not the one pushing at it. Right. It's a request. I think when I was thinking about it this evening, I will always have looked at this map for longer than anybody in this room or anyone else. And if someone has looked at it for more than about 300-400 hours, then I think you've got a bit of a problem, and we should go for a drink sometime soon. But so we will tonight. Exactly. It's been fantastic, and I'm really grateful, I guess, to all the people who sort of believed in it and crowdfunded it, and especially the partners who you know really helped out and crowdfunded and made it happen. I think that's the perfect segue to invite those very partners up to the stage. Can I please have Mr. Enno Abels, team leader at the City of Amsterdam and the initiator of Amsterdam's Green Vision, Mr. Rick Goldeman, the program manager of Recreation North Holland, and Mr. Daniel Goedbloets from Waternet, who is representing the Water Board of Amstel, Gooi en Vecht. Big round of applause. And now you will officially receive a map. Thank you. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much as well. And I'd like to just quickly ask every one of you, what does this map mean to you from your organization's standpoint? Where did the mic go? Oh, there we go. Thank you. Yeah, for Recreation North Holland, this is very important. We maintain three large recreational areas, Twiske Waterland, Spaarnwoude, and Groengebied Amsterland. And they are one of the three scheggen from Amsterdam that goes into the city and are very important for the recreational atmosphere here in the MRA region, metropolitan region Amsterdam. Right. And this is a start from metropolitan landscape thinking. And metropolitan region is also busy with it. We are now finishing in metropolitan region the landscape vision. And today I can tell you that we started at the recreation of Spaarnwoude with the vision. It's now for insight for people to make comment on it, and the board just gave it free, and it will it says that we will grow from 5 million people recreation to 8 million to give space for the 250,000 houses we will build in this region. So this is very important that we have all the recreational and the nature parks in one map and to maintain it. Thank you.
Well, for the water board Amstel-Gooi and Vecht, this is also a very, very important map. As a water board, we do the water safety, the water quality, and also all of the water quantity in the city. And this map really gives an overview of all of the water in the city, which is hidden hidden, but also quite visible at some places. But to give this overview and to place it on a map, it really makes it more accessible for people to really enjoy it and see it outside. And next to this is I would want to unfold this. This is one of the things that happens. If you look at this map, exactly. One of the things is that it's exactly 1 square meter. So what's also said is on this map is what you can do as a personal house owner on a square meter in your garden, or actually also outside to depave it and to make it more green and to collect water. So this is really nice. It's makes cool. It real for people. Yeah. And Mr. Abels? Okay, thank you. It's not easy to be a third in line and to think, what can I add to this? But I want to cherish the moment, just maybe following your lines, to cherish the power of the map. That is, I think, really important. A lot of has been said of the about how important the green is for the city, and I agree. But I think this evening and this initiative also underlines how powerful mapping is for our field of expertise to work on the city or to work on the landscape or to work on both or whatever, and how interesting it is to use the map and the images to read and learn and explore the world around us. And it's almost like a bit of a retro thing that you really work on the city and on the ground to learn it, to make it so. Apart from the content of the project, I think also the tool making a map is a wonderful idea and a very powerful tool to help us further, and we'll make the utmost advantage of it for the city of Amsterdam. So thank you very much for that. Thank you. Big round of applause for our partners. And then to finish for tonight, I would like to keep Ioana on stage, if possible, which she's going to hate me for, but for the rest of you, please take a seat. I know, you're going to hate me, but I have a surprise for you. Because Ioana is, guys, incredibly modest. Oh. And she would never, ever put herself in the spotlight, but she should, because the amount of hours that she has put into this and to make this happen is unreal. So it was a pleasure. Good. Thank you. And no, stay here. You're not leaving. And I'm sure now you're all incredibly jealous of the beautiful maps that you saw in everyone's hands, but don't fret, they are for sale in downstairs now? Or, oh, in the back. €6.95. By Rupert. Yes, we have card payments available. Rupert is manning up the station in the back there, so please feel free to buy a map. It would mean so much to us, and don't forget to get outside this summer and use it to explore all of the beautiful green that Amsterdam has to offer. Get outside and enjoy what Amsterdam has to offer. Thank you so much, everyone. And one final point before we go. For all of you green lovers out there, there is a new series starting after the summer recess on the 5th of September called Greening the City here at Pakhuis de Zwijger, where you can learn everything about the ecological and the economic value of green. So check that out if you're interested. Thank you very much. Drink starts downstairs now.